Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe WK-show. Hopelijk hebben jullie allemaal gekeken naar Suarez, want wij moeten een tandje bijzetten. Alsof die grap nog nooit gemaakt is. Hey jij! Kijk niet, zo zuur, het is er tijd voor een oranje avontuur. Voetbal van Banjo, dat zie jij in de WK-show. Vandaag een nieuwe wedstrijd tegen Mexico. Maar voordat ik überhaupt kan gaan praten over Mexico, moet ik het natuurlijk hebben over Suarez. Het zit namelijk zo, afgelopen week was ik in Los Angeles. Ik heb de wedstrijd van Chili-Nederland in het vliegtuig bekeken naar Los Angeles. Althans, ik heb niet kunnen kijken, maar het werd opgeroepen wat de stand was. En ik heb nog nooit meegemaakt dat toen er werd geroepen: dames en heren, het is nu 1-0 voor Nederland. Dat het hele vliegtuig... Yay! Dat is best wel een raar moment om een vliegtuig te horen juichen voor Nederland. Maar ik zat in dat vliegtuig. Ik heb een uur lang moeten wachten totdat ik Suarez zag bijten. En ik had iets verwacht zoals dit. Maar nee, het enige wat Suarez deed was har. Het was wel grof, maar het was dus nog niet meer dan har. Ziet heel down niet uit. Arr. Het positieve voor Suarez aan die bijt is wel dat hij hoe dan ook vroeg of laat mee zou kunnen doen in Super Mario als een van die chomps die gaat bijten op de vijandjes. Kijk eens. En daarnaast, dit was ook een heel populair plaatje wat echt overal de ronde ging. En nu moet ik wel zeggen dat al deze plaatjes van Suarez bij elkaar in totaal wel 8 gigabyte waren. Snap je, een byte als in bijten? 6 gigabyte. Natuurlijk is dit slechts mijn mening over Suarez. Alleen wij spelen vanavond tegen Mexico. En daar heeft Nederland natuurlijk een mening over. En daar komen wij achter in het item: de man op straat. Yo mensen van Banjo Movies. Helaas Rick van Sub Gameplay er vandaag niet bij. Dus neem ik het voor een keertje over. Ik ben Ruben van House of Comedy. Ik sta vandaag in Tilburg. En ik ga je wat vragen stellen aan de mensen. Kan je me vertellen op deze kaart, dus de kaart van Amerika, waar Mexico op staat? Mexico. Mexico. Eens even kijken. Ik ben niet goed de topo. Daar ergens. Kom, jij weet het wel. Ja, ik gok dit. Is niet dit land? Mexico? Zal ik wel vertellen? Nou, vertel. Dit is Mexico. Oh, dit... Oh nee, dat had ik niet gezien, nee. Oh. Oké. Okay. Oh. Dat is wel kut, man. Dat is Mexico, man. Ja, jongen, goed zo. Kan jij mij vertellen wat buitenspel is? Ja, dat het buiten de lijn is, toch? Het spel is als je de spits aanspeelt en dat hij achter de verdediging staat. Dus tussen de verdediging en de keeper. En op het moment van spelen, als hij daar tussen staat, is het buitenspel. Die gast die weet hier alles. Wij Nederlanders weten dus blijkbaar niet eens waar Mexico ligt. Zo erg is het dus. De man op straat. Hartelijk dank Ruben. Het zou mij niks verbazen als heel veel mensen niet meer weten dan piñatas, sombrero's, tortilla's. Is dat wel zoiets? Het is tortilla, het is wel Mexicaans. Maar jongens, we spelen wel tegen Mexico en dat is voor jullie heel erg leuk. Alleen voor mij is dat toch een beetje een probleem. Want ik begon deze WK-show in de wetenschap dat Nederland er direct uit zou vliegen. Dat zei iedereen een maand geleden. En nu zegt iedereen dat we de fucking finale gaan halen. Kom op, dit is niet eerlijk. Dat betekent dat ik dus hoe dan ook nog 3 weken lang deze video's ga maken met een straatinterview, game item, alles erop en eraan. En dat is best veel werk. Daar heb ik mezelf in geloofd, man. En dat betekent ook dat af en toe dingen gaan veranderen, zoals bijvoorbeeld de man op straat, maar ook het FIFA-item, want wij gaan nu wel FIFA spelen, alleen ik doe niet meer mee. Ik heb nu 2 keer verloren van Jury en ik had zoiets van: Jury, ik kan dit niet, ga jij maar lekker naar Arie komen en ga jij maar spelen tegen hem in het item. Wat zegt FIFA? Altijd vereerd. Ja hoor, ja, heel slim. Gewoon even... Misschien nog eens proberen straks in de handen. En ik zag ook geen spuitbusje op de voet. Oh, by far de game waarvan ik denk van... Als die heb je een kaart verslaan. Yep. Ja, per rood. Nee, dat is geen buitenspel, dat zegt iedereen. Ja. De mogelijkheid zie ik ja, gewoon. Ja, oeh, dat gaat Robben. 37 kilometer. Oké. Okay. Laten we kijken of we penalties kunnen doen. Ja, dat is wel leuk. Dat ja. Is wel nog... Shootout. Maar moet je beneden naar dat balkje kijken? Okay. De strafschop gaat er niet in, Jury. Van de spanning. Oh, wat doe je nou? Die bal ging niet eens op doel. Hij probeert... Wat doe je nou? Ja, zoiets. En die bal gaat er niet in. Nee, die bal... Ah, oh, man. Hij mist hem. Hij mist hem. En dan is het gedaan. Nou. Ja, dat is dan de winst voor mij. Zie je hoeveel geluk het brengt als ik niet meedoe? Dan wint Nederland een keer. Hè? Vanaf wat zegt FIFA gaan wij altijd door naar de bankhangers. Alleen ik was afgelopen week in Los Angeles. Nu is Thomas in Los Angeles. En Bardolf is helemaal zoek. Jongens, wij gaan gewoon direct door naar een iets andere visie van de bankhangers. De visie van de bankhangers. En met een iets andere visie bedoel ik ook een hele andere visie van de bankhangers. Want Bardolf is er vandaag niet, dus ik had zoiets, ik bel hem gewoon op om te kijken waar hij is. En even kijken.
Ik ben heel benieuwd, want hij is hier al een tijdje niet geweest. En hij moet... Tak maar nooit, met Bardo. Yo, Bardo, met Bardo. Waar ben je? Want vanavond is er weer een wedstrijd. Ja, natuurlijk, Duitsland en Krankstaan. Ik bedoelde een wedstrijd van Nederland. Oké, waarom bellen ze meer dan? Gewoon, als persoonlijke interesse in de... Weet je wat? Wat heb jij in godsnaam? Ik heb een snor op mijn lip. Wat heb je een snor op je lip? Humor, jongen, humor. Weet je, we moeten tegen Mexico en we moeten van ze winnen. Weet wel wat ik kunnen doen om die uit te schakelen, hè? Met een beetje een geweren, loeten genade. Ik bedoel de winnen en niet uitschakelen, vermoorden. Kom op. Ik bedoel gewoon winnen. Ah, du willst winnen, kapot staan als piata, sof. Nee, Bardo, please. Bardo! Alfred, het medium. En vanaf de bankhangers gaan we direct door naar Alfred de Steen. Hij gaat weer het WK voor ons voorspellen en dat doet hij vandaag met stoepkrijt. Je ziet hier namelijk drie vlakken op de grond. Eén verdrietig gezichtje voor het geval Nederland verliest. Eén kruis voor het geval Nederland gelijk speelt. En één blij gezichtje voor het geval Nederland wint. En natuurlijk voorspel ik het niet alleen. Nee, ik heb deze week weer Stefano in zijn onderbroek, dames en heren. Zo wou Stefano het gaan doen, Stef. Je hebt wel je hoedje op, dat was niet in je onderbroek. Sorry. Kijk eens, hier heb je Alfred. Wat wij gaan doen is, we draaien Stefano heel veel rondjes en we kijken waar Stefano eindigt. Oh ja, en we blinddoeken hem nu. Draai maar rond, draaien. Loop maar een kant op. Ja? Oh, loop rustig een kant op. Oh okay. Shit, oh fuck. Oké, denk jij dat hem wordt? Ja. Dan weet je, gooi de steen maar de kant op waarvan jij denkt dat het hem wordt. Oh jee, Alfred brak je twee stukken. Oké, wacht, kijk eens wat je hebt gedaan nu. Gelijkspel. Oh. Ik dacht echt dat ik die kant op ging. Wauw. Hoe werkt dit? Nee, ik heb hem niet op mij geschieten. Jezus Christus zeg. Ja, we hebben hem. Nou, kom maar terug, dan kunnen we het nu doen. Oh, raad, motherfucker! Nou jongens, het wordt dus vanavond gelijkspel. En bedankt Stefano voor het komen in je onderbroek. Ja. Blijf vooral kijken voor je favoriete YouTubers, die voorspellen ook de wedstrijd. Later! Mexico, denk ik 3-1 Nederland. Tegen Mexico wordt het denk ik 2-0. Dus ja, het wil lukken. Ik denk dat het vanavond voor Nederland versus Mexico 2-1 wordt. Dus 2 voor Nederland, 1 voor Mexico. Ik zei net 3-1, dat herstel, dat wordt 2-1. Voor Nederland wel. Ha 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 ha!